Goedemorgen. Schrijvers over Indië is een nieuwe vierdelige serie. En de titel spreekt voor zich. In elk programma staat een boek centraal en waar mogelijk komt ook de auteur aan het woord. De eerste aflevering gaat over het boek Max Havelaar van de schrijver Multatuli. Mijn vertelling is alleen gericht aan hen die in staat zijn tot het moeilijke geloof dat er harten kloppen onder een donkere opperhuid. Mijn vertrouwen op het medegevoel met de Javaan is echter niet zo groot. Als ik beschrijf hoe de laatste buffel geroofd wordt, overdag, zonder schroom, onder bescherming van het Nederlands gezag, hoe het weggevoerd rund gevolgd wordt door de eigenaar en zijn schreiende kinderen. Hoe ze worden weggejaagd van het huis van de rover met hoon en smaad. En onder bedreiging van geesteling en strafblok. Ik verwacht niet, o Nederlanders, dat u daardoor net zo aangegrepen zult zijn als wanneer ik u het lot schetste van een boer die me zijn koeien ontnam. Nee, dat verwacht ik niet. Te veel leed in uw omgeving maakt zich meester van uw gevoel om nog gevoelens over te laten voor wat ver weg is. Dobbert uw verscheurde ziel niet tussen nietigheid A en onbeduidendheid B? En hebt u niet uw dure tranen nodig voor ernstiger zaken dan... Maar wat hoef ik meer te zeggen? Was er gisteren niet slapte op de beurs en dreigde niet iets wat overvoer de koffiemarkt met daling? De welvaart van gegoede Nederlanders was in de 19e eeuw voor een belangrijk deel afhankelijk van inkomsten uit de kolonie Indië. Het was de regering er daarom veel aan gelegen rust en gezag in haar kolonie te bewaren. Maar het gezag over 30 miljoen Indiërs moest worden uitgeoefend door nog geen 50.000 Nederlanders. Om toch zo'n grote meerderheid in toom te houden, werd een slim bestuurlijk systeem toegepast. De traditionele Indische vorsten, die een groot gezag hadden onder de bevolking, werden niet verdreven. Zij kregen de eretitel regent en mochten hun pracht en praal behouden in ruil voor gehoorzaamheid aan het Nederlands bestuur. Dat Nederlands bestuur werd vertegenwoordigd door de resident, of in afgelegen streken door de assistent-resident.
Ze hadden de opdracht de regenten aan de wet te houden, maar hen tegelijkertijd met alle egards te behandelen. Corruptie en onderdrukking tierden welig, zowel van de kant van de Indische regenten als van de Nederlandse overheersers. Maar er waren ook uitzonderingen. Baginda Raja Adil, Tapi tempatnya jauh. Gubernur Jenderal Adil, Tapi tempatnya jauh. Tuan Residen Adil, Tapi tempatnya pun jauh. Maka siapakah akan menghukum orang yang menjual? Hukum karena uang. Yang merampas kerbau dari orang miskin. Yang menjual buah-buahan orang yang kelaparan. Saya ingin hidup damai dengan Tuhan. Anggaplah aku sebagai sahabat. Saya akan bersikap lembut bagi orang yang tersesat. Sebab saya sendiri pun sering tersesat. Kelalaian akan saya cegah. Tentang kejahatan, pemerasan dan penindasan, saya tidak akan bicara. Itu tidak akan terjadi. Bukankah begitu, Tuan Adipati? Oh, tentu saja tidak, Tuan Asisten Residen. Hal yang demikian tidak akan terjadi di Lebak. Nah, tuan-tuan Kepala Batan Kidul, marilah kita bergembira bahwa daerah kita miskin. Ada sesuatu yang indah dapat kita lakukan. Verbitterd was hij, vol wraak, vol verontwaardiging over wat hem was aangedaan. Deze gewezen assistent-resident die het in zijn functie ternauwernood 2 maanden had volgehouden voor hij ontslagen werd. Eduard Douwes Dekker noemde zich Multatuli. Ik heb veel geleden. Vol onbeheersbare gevoelens is hij als een vat vol tegenstrijdigheden. Op een dieptepunt van zijn leven, gescheiden wonend van zijn vrouw en in grote armoede, werkt hij op een zolderkamer in Brussel koortsachtig aan een boek. Het moet een boek worden waarmee hij het Nederlandse volk zal wakker schudden voor wat er in Indië gebeurt. Het moet een frontale aanval zijn op zijn vijanden. En de eerste die hij onder zijn vlijmscherpe pen legt, is een Hollandse koopman. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Ja, arbeid. Arbeid, dat is mijn wachtwoord. Arbeid voor de Javaan. Dat is mijn principe. En mijn principes zijn mij heilig. Is niet het evangelie het hoogste goed? Gaat er iets boven de zaligheid? En hebben wij dan niet de plicht die mensen zalig te maken? Batavus Droogstoppel werd het zelf ingenomen schijnheilig burgermannetje. Geestig door zijn onbenulligheid, maar kwaadaardig in zijn invloed. Tegenspeler van Droogstoppel wordt de jonge Duitser Stern, een romanticus met een gloedvol hart die doof is voor de praatjes van Droogstoppel en in paperassen op zoek gaat naar de waarheid in Nederlands-Indië. Mogen wij dan arbeid weigeren aan de Javaan, terwijl zijn ziel eraan zo dringend behoefte heeft om later niet te branden? Zou ik dan niet aandringen op arbeid? Ik, die zelf van de morgen tot de avond
aan de zaken denk. Nou? Ik zou juist zeggen, hoe meer papieren, hoe minder arbeid u verricht. Hoe meer ik nadenk, hoe verder ik kom in het doorgronden van Gods onnaspeurlijke wegen. Onlangs is gebleken dat er weer 30 miljoen zuiver gewonnen is op de verkoop van producten die door de heidenen geleverd zijn. En daarbij is nog niet eens gerekend wat ik daarop verdiend heb. En de vele anderen die van deze zaken leven. Is dit niet alsof de Heere zelf zei, zie daar, 30 miljoen ter beloning van uw geloof. Is dit niet duidelijk de vinger Gods die de boze laat arbeiden om de rechtvaardigen te behouden? Heet het niet daarom, bid en werkt, opdat wij zouden bidden en het werk overlaten aan dat zwarte goedje dat nog geen onze vader kent. Multatuli verzint een originele structuur. Batavus Droogstoppel heeft Stern opdracht gegeven een boek te schrijven over koffieveilingen. Maar Stern, die het over de wantoestanden wil hebben, heeft in het contract bedongen dat niets van zijn geschrijf veranderd mag worden. Het gevolg is een boek met twee ik-figuren. Stern, die het eigenlijke verhaal schrijft, en Droogstoppel, die hem voortdurend onderbreekt met hoofdstukken waarin hij de lezer uitlegt hoe verkeerd Stern de zaak ziet. Denk nou toch eens na, Stern. En schrijf toch niet van die onzin. Het verhaal dat Stern in de paperassen op het spoor is gekomen gaat niet zozeer over koffieveilingen, maar wel over het land waar de koffie vandaan komt, Indië. Het wordt het verhaal van een zekere Max Havelaar, gewezen assistent-resident in Indië, die ontslagen werd omdat hij het opnam voor de onderdrukte Javaan, die aan lager wal geraakte en terug naar Nederland moest, waar hij in diepe armoede ergens op een achterkamertje leeft. Het enige wat hij heeft, is een pak papieren, brieven, essays en gedichten die hij als boek wil laten uitgeven. Kom je? Nee. Ik heb de stukken van Slotering laten klaarleggen. Stukken waaraan hij werkte toen hij stierf. Maak het niet te laat. Vol liefde voor waarheid en recht verwaarloosde hij menigmaal zijn eenvoudigste nabijliggende verplichtingen om een onrecht te herstellen dat hoger of verder of dieper lag. Hij was trouw aan zijn gegeven woord, zwak in kleinigheden, maar standvastig tot koppig toe waar het hem de moeite waard scheen karakter te tonen. Tuan Jaksa, tentu ada sesuatu yang penting untuk disampaikan di malam selarut ini. Tuan mau membaca surat-surat Tuan Slotering yang malang. Itu surat-surat mengenai pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kepala-kepala. Kalau Tuan mau, saya bisa mendatangkan saksi-saksi.
dan Bupati bagaimana? Kamu lihat dari dekat. Iya. Kebetulan kita lewat. Dilawan terus ya, sama dia. Ya, itu model Raja So. Jangan. Lebih baik beri nama dia pahlawan. Kan lebih bagus. Tapi kamu tahu waktu kita. Bupati tidak senang pada kalian. Kalian belum memberikan pundutan padanya. Itu haknya. Juragan, kami punya ayam dan beras. Kami akan mempersembahkannya. Ayam, beras. Apakah itu pantas? Kalian mau bikin malu Bupati? Juragan, kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, apapun tidak. Betul. Itu apa? Juragan, kalau tidak ada kerbau lagi, bagaimana saya membajak sawah? Apakah kalian ingin Bupati malu di depan rakyatnya? Sini, sini. Kasih, serahkan kerbau itu. Cepat, cepat. Ayah. Cepat serahkan. Zo scherp en bitter als Multatuli is wanneer hij de onderdrukkers aanvalt, zo zacht en triest wordt hij als hij het uitzichtloze leven van de jonge Saidja moet beschrijven, bij wie buffel na buffel wordt weggeroofd. En niet op het veld, zoals het hoort. De regent. De regent! Heeft hij recht op extra werkdagen? Nee, dat niet. Maak er een eind aan. Nou. Goed. Doe ik het zelf. Tjalla. Mingir. Meneer, wacht. Alsjeblieft, kalm. Doe het er kalm aan met de regent. Waarom is het volk? Mengapa begitu? Banyak rakyat memotong rumput. Siapa yang memerintahkan tanpa izin saya? Saya yang memerintahkan. Dari dulu sudah begitu. Maar meneer Havelaar, alle vorige assistent-residenten hebben het toegelaten. Tuan tidak berhak memotong rumput di kebun Tuan. Dan karena itu sama-sama terlantar. Dan karena itu ada kelaparan di lebak. Saya minta Tuan menyuruh pulang. Orang-orang itu. Baik. Saya menyuruh mereka pulang. Tapi sekarang sudah sore. Kalau saya suruh mereka pulang sekarang, mereka toh tidak bisa bekerja lagi di rumah. Apakah mereka boleh menyelesaikan pekerjaannya? Stuurt u die mensen even weg? Ja, maar ik kan... Stuur ze weg! De onstuimige Havelaar bindt de strijd aan met het onrecht dat hij overal om zich heen aantreft. Als hij dan ook nog hoort dat zijn voorganger Slotering vergiftigd is, schrijft hij, nauwelijks een maand in functie, een brief aan zijn chef, resident Slijmering. Daarin verzoekt hij om de regent, die het volk onderdrukt, te arresteren. De resident reist direct af naar Havelaar. Geheim. Spoed. Meneer Havelaar vraagt me het lijk van zijn voorganger op te graven, de demang van Parangkutjang gevangen te nemen en de regent af te zetten en bij mij gevangen te houden.
Waarom heeft u uw chef niet afgeraden dit... deze brief te verzenden? Omdat ik er niets van af weet. Ach, kom, een complete aanklacht. Echt niet. Zonder ruggespraak tussen u beiden? Nee, meneer. Heus. De controleurs van Brugge heb ik overal buiten gehouden. De beëdigde verklaring dat de dokter geen vergif in het lijk van Slotering heeft gevonden. Natuurlijk niet. Het is zo goed dat de Europeaan het niet kan vinden. Als u het zo wil draaien. Waar beschuldigt u de regent van? De boeren worden geprest voor niets voor hem te werken. Ach, dat is dat. Ze zouden zich schamen als hun bezit verwaarloosd werd. Hij neemt hun buffels voor de slacht zonder te betalen. Ze zijn blij dat ze hem en zijn familie mogen voelen. Zijn ze soms ook blij als ze vermoord worden? Dat is een zware beschuldiging. Ik kan hem bewijzen. Ik heb een getuige. Mooi. Neem mee naar de regent. De getuige? Maar dat is levensgevaarlijk. Nee, daar sta ik voor in. Op mijn woord. Resident. Ik heb gezworen de bevolking te beschermen. Ik klag de regent aan en de man. Ik kom met getuigen. Maar niet met de regent. Mijn woord betekent niets voor u. Ik verzoek u dit in te trekken, meneer Havelaar. Meneer de resident, ik zal dat niet doen. De al te onstuimige Havelaar wordt ontslagen en keert vernederd en berooid terug naar Nederland. Meneer Dekker, doe open. Ik moet mijn na 3 maanden huur betalen. Zijn boek zou niet alleen het Nederlandse volk wakker schudden voor de uitbuiting in Indië. Als men wist wat hem was aangedaan, zou dat vanzelf leiden tot eerherstel voor hem. Dan zou hij het Nederlandse volk voor kunnen gaan en recht doen aan de Javaan. Dan zou hij afrekenen met de droogstoppels, de slijmeringen. De profiteurs en hun handlangers zullen dan eindelijk het veld ruimen. Halt, droogstoppel. Ellendig product van vuile geldzucht en godslastelijke vemelarij. Ik heb u geschapen. U bent opgegroeid tot een monster onder mijn pen. Ik walg van mijn eigen maaksel. Stik in koffie en verdwijn. Ja, ik, Multatuli, die veel gedragen heb, ik neem de pen op. Ik vraag geen verschoning voor de vorm van mijn boek. Die vorm kwam mij geschikt voor ter bereiking van mijn doel. Ik wil gelezen worden. Ja, ik zal gelezen worden. Als dit doel bereikt is, zal ik tevreden zijn. Want het was me niet te doen om goed te schrijven. Ik wilde zo schrijven dat het gehoord werd. Willem III, koning, groothertog, prins. Meer dan prins, groothertog en koning. Keizer van het prachtige rijk van Insulinde. Dat ze daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen te vragen of het uw keizerlijke wil is dat Havelaars worden bespat met de modder van slijmeringen en droogstoppels. Dat er ginds meer dan 30 miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Hoi. Hey. Hey. Oh,
ik heb het uit. Nou, je hebt precies nog 2 minuten om het ons te vertellen. Ik kan niet, je moet het zelf maar lezen. Ja, dag, zulke zinnen, man. Vertel er nou even wat over. Oké, stel voor. Ja, hier. Multatuli was een pionier. Hij brak radicaal met de gekunstelde stijl waar Nederlandse schrijvers zich tot dan toe mee bezig hadden gehouden. Hij voerde de spreektaal in als literaire stijl, heel natuurlijk en direct en recht op de man af. Door deze vernieuwing werd hij de vader van de moderne Nederlandse literatuur. Max Havelaar is een meesterwerk dat tot de wereldliteratuur behoort. John? Ja, en het zielige was... Hij werd ontslagen omdat hij het voor de Indiërs opnam. En toen schreef hij een boek omdat hij zijn eer een beetje wilde herstellen. Maar zijn uitgever die vond het veel te politiek. Die had er toen allemaal dingen in geschrapt. En toen werd het een hele dunne, dure uitgave. Dus toen had het eigenlijk helemaal niet meer het effect dat Multatuli wilde. Het was helemaal niet meer scherp. En ja, hij heeft het ook nog opgedragen aan de koning. Maar ik geloof niet dat de koning het ooit gelezen heeft. Nou ja, 2 minuten zijn op. Maar wat veranderde er nou precies door dat boek in Indië? Niets. Er veranderde niets. Het heeft zeker nog 100 jaar geduurd voordat Indonesië bevrijd werd. Begeleidend materiaal bij deze serie bestaat uit een tekstboek. Als je meester of juf die voor de klas wil bestellen, dan kan dat. Bel of schrijf naar SchoolTV Weekjournaal, Special, Postbus 1070, 1200 BB Hilversum. Telefoon 035 236260. Dus adres Postbus 1070, 1200 BB Hilversum. Telefoon 035 236260. 6-0. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dankjewel. Betrokkenen die na het zien van dit programma behoefte hebben om te reageren, kunnen bellen met de Stichting Correlatie. Telefoonnummer 030 331 335. De bereik op werkdagen van 9 uur tot 5 uur 's middags en 's avonds van 7 uur tot 10:30. En dan gaan we nu verder met de tweede aflevering van de serie Schrijvers over Indië. Vandaag gaat het over het boek De Stille Kracht van de schrijver Louis Couperus. Zou er misschien iets naar rechts kunnen gaan zitten?
En de westerling prat op zijn macht, op zijn kracht, op zijn beschaving, humaniteit. Troont hoog, blind, egoïstisch, eigendachtig. Tussen al de ingewikkelde raderen van zijn autoriteit. Die hij uurwerk zeker in elkaar laat grijpen. Met controle op iedere wenteling. Voor vreemden van buitenaf schijnt die overheersing der zichtbare dingen te zijn een meesterwerk. Wereldschepping. De kolonisatie van een bloedvreemde, zielvreemde grond. Maar onder al dit vertoon schuilt de stille kracht. En sluimert nu en wil niet strijden. Onder al die schijn der zichtbare dingen dreigt het wezen der stille mystiek. Als smeulend vuur in de grond. En als haat en mysterie in het hart. Onder al deze rust van grootheid dreigt het gevaar. En rommelt de toekomst als de onderaardse donder in de vulkanen. Onhoorbaar voor het menselijk oor. Dolfijnen. Die waren er toen ook, dat herinner ik me. Ik zie ze elke dag. Al 8 dagen onderweg. Weg van Indië. We zullen Indië missen. Ik zal de zon missen. Net als vroeger. Dat vond ik toen het allerergste. Mijn kameraden van school was ik kwijt. Ons huis in Batavia, alles. Maar het ergste was de zon. Zonder zon te moeten leven. Zonder het oog van God. Oh, Betty, ik had wel terug kunnen zwemmen. Maar toen was je 15. Wat wist je nog van Holland? Je wist niet wat je te wachten stond. Nou, nu weet ik dat we naar de keurige meneer en mevrouw Verelijns en de weledelgeboren mevrouw Tats van Amer... Meneer, mevrouw Coupieres, dat deze het kan. Dank u. 1 jaar is veel te kort om Indië te hervinden. Tropisch van het binnenlandsbuur. Was een relicaatse beambte en jongeren broeder. Dank u. Worden toegelaten. De haven ademend, de langzaam met vlagen aanbaaiende wind. Moe van zijn werk, van zijn zitten aan zijn schrijftafel, van zijn berekeningen der duitenkwestie. Die grote, stevige man, praktisch, koel van denken, kort beslist van langdurige gezagsuitoefening. Voelde misschien niet die donkere geheimzinnigheid drijven over de Indische avondstad. In dit ogenblik ademde hij tegelijk met de frisheid van de zee, de weemoed van de zee in. De opspokende weemoed der zeeën van Java. Maar zijn natuur was niet om zich over te geven aan mysterie. Hij ontkende het mysterie. Het was er niet. Hij was alleen de zee en de wind die fris was. En hij plantte zich steviger, welfde zijn borst, richtte op zijn flinke militaire kop en snoof de wind in. De hoofdoppasser, neergehurkt met zijn gloeivuurtouw in de hand, gluurde aandachtig op naar zijn heer, als dacht hij, zo vreemd die Hollanders. Wat denkt hij nu? Waarom doet hij zo, juist op dit uur, op deze plek? De zeegeesten waren nu om. Het is hier niet goed. Zo vreemd, die Hollanders. Vreemd. Regent, u weet... De resident was een man van het klare, eenvoudige leven. Hij vond het leven natuurlijk en niet verward ingewikkeld.
Langs een zichtbare trap van open geleidelijkheid was zijn leven gegaan, uitziende naar een blinkende top van eerzucht. Ik kan steeds op mijn buitengewone achting rekenen. Zijn karanderlijke praktijk. Hij dacht niet volgens de tintwisseling van zijn leven. Hij dacht volgens zijn ideeën en principes. Ze hadden hem man en krachtig gemaakt. En ook goed ambtenaar. Ik verzoek u met nadruk mij terzijde te willen staan bij mijn bestuurstaak met inzet. Mogen dit leiden tot een vruchtbare samenwerking als van een oudste en een jongste broeder. De regent van Labuwangi, Sunario, was nog jong, even 30 jaar. Een fijn, Javaans gezicht als van een laatdunkende Wajangpop, met vooal een staarblik die trof. Een blik als in een voortdurende trance. Een blik als peilende door de zichtbare werkelijkheid en ziende door ze heen. En moe. Soms opgloeiende als vonken van extase en fanatisme. Uw jongste broeder smeekt tevens de Heer aller werelden dat hij, Hare Majesteit, een lang leven schenken en heil en zegen op de Nederlandse troon. Uw thee is koud geworden. Wilt u nieuwe? Ja, graag. Dank u. Een onbetrouwbaar sujet, die regent. U doet uw faam van onheilschrijver eer aan, meneer Coupeers. Nee, dat is onjuist. Ik ben een waarnemer. Ik beschrijf slechts de afgrond van verschil die er tussen beiden bestaat. Een waarnemer? Zo afstandelijk? Louis is een heel goed waarnemer. Toch proef ik onheil. Ik vertrouw de Javanen niet. Alleen de resident lijkt mij een rechtschapen man. Rechtschapen, ja. En daardoor weerloos en blind. Wat bedoelt u? De resident kan alleen zien wat hem in zijn rechtlijnige Hollandse opvoeding is bijgebracht. Het is hem onmogelijk geworden daar buiten te zien. Dus u beschouwt zijn rechtschapenheid als zwakte? Ik beschouw het milieu waarin hij vanaf zijn jeugd geleefd heeft en dat hem gevormd heeft als zijn zwakte. Dat geldt trouwens ook voor de regent. Ja, maar die is onbetrouwbaar. Of beschouwt u dat als sterkte? De zwakte van de regent is zijn hoge afkomst. Die dwingt hem tot status en gezag. Net als de resident leeft hij met een familie die zich in een neerwaartse spiraal bevindt. In welke zin? Aftakeling. Veroorzaakt door heimelijkheid en verdorvenheid. Verdorvenheid? Waartoe leiden hartstochten anders? Jij moet zorgen dat ik jong blijf. Ik huiver bij de gedachte dat ik al te lelijk zal zijn geworden. De residentsvrouw had iets waarna men dadelijk keek. Het was om haar blanke vel, haar teint van melk, haar heel lichtblond haar, haar ogen, vreemd grauw. Ze was onverschillig voor het hoge van haar positie en had geen andere ambitie dan de man te hebben die zij waardig koos. Geen ander zielenleven dan de eredienst van haar lichaam. Ben je bang geworden? Ik weet niet.
Omdat ze één keer dat steentje hebben gegooid. Misschien. Ach, onzin. Oh, je hebt zo'n mooie jonge huid. Ik hou van een jonge, gladde huid. Ananayu, ik ben hier gekomen om met uw boer te spreken. Verontschuldigingen. Hij is nog in zijn bed. U begrijpt dat het dringend is. Vergeef mijn inmenging. Misschien kan ik eerst met hem spreken. Dat heb ik u al eens gevraagd. Het heeft helaas weinig resultaat gehad. Alles wat gebeurd is voorbeschikt. Goed. Wilt u dan zo goed zijn tegen uw oom te zeggen dat ik met hem spreken wil? Dat zal ik doen. Ananayu, na de dood van uw man heb ik geprobeerd u te beschermen tegen uw passie van het dobbelen. Omdat u dan met uw familie ruïneert. Ik ben niet ontoegankelijk geweest voor uw raad. Helaas is uw passie sterker gebleken, net als bij de regent van Gajiba. Sonario zal met hem spreken. Ik moet u zeggen dat ik daar weinig vertrouwen in heb. U achtte zijn vader zeer hoog. Helaas oordeel ik de zoon als veel minder bekwaam. Dat spijt mij. Sonario is onbeduidend, nooit op de hoogte van het werkelijke leven. Interesseert zich niet voor de belangen van het volk. Hij hult zich in een droom van duistere mystiek. Bij deze zoon is het geslacht van Adiningra ten ondergang gedoemd. Dat verdriet me zeer. Misschien is het toch beter dat u met hem zelf spreekt. Dat zal ik doen. Dank u. Couperus was een harde werker die met grote precisie zijn verhalen bedacht en daarna op papier uitwerkte. Dat was niet alleen een kwestie van karakter. Veel schrijvers rond de eeuwwisseling werkten zo. Ze waren geobsedeerd door de spectaculaire wetenschappelijke ontdekkingen die in de 19e eeuw werden gedaan. In hun boeken probeerden ze net zo'n analytische methode te gebruiken. Men had ontdekt dat de natuur aan wetten onderworpen was. Erfelijkheid, evolutie, het menselijk lichaam, zelfs psychologische processen. Alles leek op zijn kop te staan. Zou ook de menselijke geest aan wetten onderworpen zijn? Zouden natuurwetten de mens dwingen als een noodlot, waaraan niet te ontkomen valt? In de literatuur ontstond vooral door toedoen van de Franse schrijver Émile Zola een stroming van naturalisten. In hun romans leven personages die gebukt gaan onder de wetten van erfelijkheid en opvoeding. Afkomst en milieu bepalen de ontwikkelingen. En daaruit is geen ontsnapping mogelijk. De resident, als product van Hollandse degelijkheid, kan in de omstandigheden niet anders reageren dan hij doet. De botsing met Sonario is even onvermijdelijk als de gebeurtenissen die daaruit voortvloeien. De resident ontslaat Sonario's oom wegens dobbelen en dronken.